Maurice de Hond, je hebt de politieorganisatie goed leren kennen dankzij de Deventer-moordzaak. Als je nu zou moeten adviseren wat ze er moeten doen op digitaal gebied, wat zou dat zijn? Nou, wat ik daar vooral heb ontdekt is in de zaak waar ik zelf actief in was, dat als je de relevante informatie over een zaak heel breed beschikbaar stelt, hoeveel relevante informatie je krijgt, hoeveel relevante kennis op je afkomt van mensen waarvan je het helemaal niet verwacht. Dus hoe breder de informatie als foto's of andere informatie, processen verbaal, beschikbaar zijn, openlijk beschikbaar zijn of voor binnen natuurlijk bepaalde randvoorwaarden, hoe meer de kans is dat mensen waarvan je het niet eens van tevoren verwacht met informatie komt of dingen zien die door de anderen niet wordt gezien. Dus maak het informatie zo breed mogelijk beschikbaar. Die 700 experts die hier nu in de zaal zitten en die dus alles weten en de grote digitale helden zijn, in een organisatie van meer dan 60.000, hoe kunnen die helpen om die hele organisatie te transformeren? Nou, wat je gewoon in de hele samenleving ziet, en ongetwijfeld ook bij de politie, is dat het tempo van digitalisering bij de burger ontzettend toeneemt. Dat komt ook omdat de technologie steeds makkelijker wordt. Neem de smartphones, waar je allerlei dingen mee kan doen. Neem de tablets, enzovoort. Dus ik denk dat er vaak onderschat wordt wat eigenlijk al de digitale kennis is van de mensen die niet als digitale expert wordt genoemd. Dus in feite heb je 68.000 man die je tweede ring van digitale experts zijn. En die moet je ook op die manier gebruiken. Die moet je ook de tools geven om in die tweede ring al te functioneren. En niet eens... David, de moordzaak, gaat die om? Ja, die gaat zeker om. Als je dat gewoon goed bekijkt. Dat heb ik ook al heel lang geleden gedaan. Maar langzamerhand begint er steeds meer, gelukkig ook aan de kant van de politie en aan de kant van van justitie, steeds meer besef te komen dat ze daar een ongelofelijke blunder hebben begaan.